allereerste film die ik in mijn leven bezocht zonder mijn ouders was de film Godzilla vs. Kong. En ik vond dat geweldig. Voorafgaand heb ik die trailer misschien wel 1000 keer gespeeld. We need Kong. The world needs him. Toen ben ik begin dit jaar naar Godzilla X Kong, The New Empire, het vervolg op die film gegaan. En dat viel toch tegen. This world has more secrets than we could possibly imagine. Of het nou afhangt van de enorme ongeloofwaardigheid of de afhankelijkheid aan CGI of aan het ontbreken van Millie Bobby Brown in de cast. Die film was gewoon echt niet zoals ik Godzilla vs. Kong herinner. Dit is mijn review van Godzilla X Kong, The New Empire. You must know. You cannot. Let's try that again. This prophecy is how you slave up. Als ik het in een rijmpje moet samenvatten. Weet je wat jullie moeten weten? Godzilla X Kong is lastig te raten. De actie is goed, kindvriendelijk, geen bloed. Alleen waren ze Millie Bobby Brown vergeten. Natuurlijk ben ik eind vorig jaar naar de film Godzilla Minus One geweest. Gemaakt door Japanse makelij. En die film was echt 1000 keer beter dan dit. Of eigenlijk dan iedere film van het Monsterverse. Arewa Godzilla. Aan het begin heb je gewoon Godzilla doing zijn ding en Kong die doet zijn eigen ding. Tot er een soort signal of distress wordt uitgezonden. En die hoort Gia uit de vorige film ook. She can feel it. En natuurlijk voelen Godzilla en Kong dit signaal van distress ook. Die worden een soort van opgeroepen voor een grote nood. Kong, Godzilla... They can feel it too. Doordat de film een soort van afhankelijk is van CGI, merk je dat de scènes waarin vooral mensen zitten en even niet Godzilla en Kong, dat zijn wel echt de betere scènes van de film. De dialoog tussen hun is vet leuk. En die karakters zijn daadwerkelijk, nou, netjes opgesteld in ieder geval. Try not to swallow your tongue. What? Dan komen ze erachter dat het signaal niet een soort signaal is, maar meer een soort call for war. Van een groot leger wat zich heeft opgebouwd om een soort van the service world aan te vallen. En dat was eigenlijk iets te generic voor mij. That's a call for war. En dan is het een soort Kong en Godzilla tegen een alternatieve versie van Kong en Godzilla die ongeveer hetzelfde kunnen. En ook dat dacht ik een beetje, is het nou lazy writing dit? En dan maken ze uiteindelijk een soort cyberkinetic hand voor Kong. Dat hij betere punches kan uitdelen. En toen dacht ik wel echt van, gaan we het echt zo ongeloofwaardig maken? Toen dacht ik een beetje, now you're overdoing it, zeg maar. En toen was ik al wel een beetje uitgekeken op deze film. We've made some minor augmentations. Oh. Ik zou zeggen, goede actie. Dat in ieder geval, goede CGI ook wel. Leuk acteerwerk van de meid die Gia speelt. Die doet het echt heel goed. En verder niet per se een film die je hoeft te kijken, maar je kan hem wel kijken. En aangezien er straks een top 10 volgt van de afgelopen 10 films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik het langst heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval Wonka uit de 19e aflevering. En dan komt Godzilla X Kong, The New Empire in de top 10. En dan gaan we nu kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds Argo. I need her to write the next chapter. Op 9 staat Aquaman and the Lost Kingdom. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Op 8 staat de film van vorige week, Kung Fu Panda 4. I'm not gonna be the dragon warrior anymore. Op 7 staat Wish. I decide what everyone deserves. Op 6 staat The Beekeeper. We have to kill him before he kills his way to the top. Op 5 staat de film van deze week, Godzilla X Kong, The New Empire. Kong, Godzilla, they can feel it too. Op 4 staat Madame Web. This is an emergency, get off the train. That man's trying to kill you. Op 3 staat The Holdovers. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Op 2 staat June Part 2. We gave them something to hope for. That's not hope! En op 1 staat nog steeds Godzilla Minus One. Arewa Godzilla. En aangezien ik de afgelopen tijd ook nog series thuis heb gekeken, zou ik het ook leuk vinden om jullie de top 10 te vertellen van de afgelopen series die ik zelf thuis heb gekeken. En die komt nu.
10 staat Family Guy, seizoen 19. Peter, man, it's just a goof. Op 9 staat Tales of the Empire, seizoen 1. Tales of the Empire kwam uit Medevoort. En het laat het achtergrondverhaal zien van Morgan Elsbeth en ook van Barry Sophie. Het was een goede short serie, maar het was gewoon te kort om echt hoog te raten. Why do you seek imperial favor? Op 8 staat The Clone Wars, seizoen 6. Protocol 66 must not be discovered by the Jedi. Op 7 staat New Girl, seizoen 3. We'll go again to the drugstore. Team drugstore. Op 6 staat Tales of the Jedi, seizoen 1. I want to bring peace and order to the galaxy. Op 5 staat The Clone Wars, seizoen 5. If willing to destroy the temple, the attacker is. To great lengths they will go, to keep from being caught. Op 4 staat The Clone Wars, seizoen 4. An old enemy has awakened, seeking vengeance. Op 3 staat The Bad Batch, seizoen 1. I want Clone Force 99, found and wiped out. Op 2 staat The Clone Wars, seizoen 7. Every choice you have made has led you to this moment. En op 1 staat het eerste seizoen van de League of Legends serie Arcane. Ik vond hem ontzettend goed, vooral echt de hele dynamiek tussen Vi en Powder. Ik heb er heel erg van genoten. Ik heb hem in 1 keer alle 9 afleveringen achter elkaar doorgekeken in een binge met mensen uit mijn studentenvereniging. En dat was gewoon superleuk, dus zeker een aanrader. En ik zie uit naar het nieuwe seizoen wat uitkomt in november. Power doesn't come to those who are born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende keer zijn we er opnieuw en dan gaan we het niet hebben over 1 film, maar hebben over 2 films. We gaan het namelijk dan hebben over de film Civil War, maar we gaan het ook hebben over de film Challengers met Zendaya. Dus kijk die video ook zeker en dan zie ik jullie de volgende keer. Tot ziens, tot later.